vind dat we wel terecht verloren hebben. Van een hele goede ploeg. Dat voel je als je aan de kant zit, hoe makkelijk ze elkaar vinden. En hoe goed positiespel ze spelen. Toch denk ik dat voor ons een aantal momenten in de wedstrijd cruciaal waren. Dat je in blessure tijd nog een goal incasseert. Dan ga je inderdaad anders de kleedkamer in de tegenstander ook. Ik denk dat dat belangrijk was. En de 2-1. Die eigenlijk vond ik op dat moment duidelijk niet viel. Tot aan dat moment vond ik ons inderdaad meespelen. En een echte wedstrijd van maken. Waarbij zijn natuurlijk individuele kwaliteiten. En ook als team goed stonden. En ondanks dat vond ik dat wij goed mee. Het erg goed speelden, ook bij Vlagen. En dan is het jammer dat dat soort momenten dan voor ons die wedstrijd beslissen. Hè. Ik zei al terecht verloren, maar toch heb ik ook het gevoel gehad dat er meer in gezeten heeft. En dan is het jammer dat je toch een 3-2 verliest. Vanaf 2-1 was het eigenlijk over. 3-1 was het zeker over. Toen zag je ook dat we geen druk meer op de bal konden krijgen. En dat hij elkaar heel makkelijk kon vinden. En ons eigenlijk achter de bal aan liep te lopen. En die 3-2 veranderde het zeker naar de rode kaart. Maar ik had geen rode kaart. Dat is belachelijk. Ja, tot op dat moment. Toen ging het weer leven. En maak je 3-2. Dan kan het nog spannend worden. Maar hij trok keurig 3 minuten bij. De eerste helft dat iets langer dan een moeder was. Dat moet ook niet overzichten in dat gedeelte. Al met al een zonde, maar wel een nederlaag waar het mee kan hebben. Dus nu tijd voor de vragen. Wilt u een microfoon gebruiken als u een vraag zou willen stellen? Hiervoor. Dank. Je komt voor de 7e keer op mij, kom je in de uitwedstrijd van de competitie, kom je op achterstand. Zegt dat iets of niet? Het is niet de bedoeling, hè? Nee, ik zeg dat iets. Nou ja, als je het spel bij ons zag, dan was dat helemaal nodig. Dus ja, waar het uiteindelijk op komt en natuurlijk wel weer een spelervatting. Dus ja, daar zullen we attent op moeten zijn. Ik heb ook juist nadrukkelijk gezegd in de voorbespreking dat wij nu eens een keer op voorsprong moeten komen. Dat wij zeg maar het tempo bepalen. Je weet dat gewoon Heracles fel uit de startblokken gaat, komt. Hebben we volgens mij ook maken de meeste overtredingen. Nou, dat kan. Maar dat moet jij ook gaan leren als team, als individu. En dan moet je toch even goed het tempo bepalen van de wedstrijd. Ja, soms gaat het goed en soms gaat het minder. En ik vond het vandaag dat het wel redelijk ging de eerste 25 minuten. Niet dat het heel veel kansen opleverde, maar ja, er was eigenlijk weinig paniek eerlijk gezegd. En dan uit een ingestudeerde corner voor zijde 1-0. En het voordeel is dat je wel veerkracht ziet bij je team. Dat is het enige positieve nogmaals. Je staat niet daarvoor dan achter. Ja. Die spellenvattingen van jullie, hebben heel veel korte corners. Ja. Heel erg veel. Ja, maar dat is bewust. Ja. Je zag ook één keer wat er gebeurde. Dat we het niet goed deden. Het 4-2 was opeens. En buiten studeren Heracles ook goed. En zij proberen, en dat is een fantastisch wapen van. Ja, om misschien uit de nadeel een voordeel te halen. En dat doen zij gewoon heel goed. In een microfoon graag. Kom even staan. Het zal van alle regels maken. Dus ja. Dankjewel. Zijn er nog meer vragen? Dan zie ik u graag op vrijdag 30 september in Heracles tegen de Graafschap. Dank u wel.